De alcoholhoudende vloeistof van zo'n 70%, de New Make Spirit, wordt afgevuld in eikenhouten vaten en opgeslagen in een warehouse. Op de spiegel staat het jaartal van het afvullen van het vat. Schotse whisky heeft minimaal 3 jaar gerijpt op een eikenhouten vat. In Schotland worden voornamelijk 2 typen vaten gebruikt. Amerikaans eikenhouten vaten, waar voorheen Amerikaanse whisky in heeft gerijpt. Een Europees eikenhouten vaten, waar voorheen sherry in heeft gerijpt. Ieder van deze vaten geeft zijn eigen specifieke kenmerken aan de Schotse whisky die hier in ontwikkeling is. Gedurende de rijping verdampt er per jaar ongeveer 2% van de inhoud van het vat. Naarmate de jaren vorderen neemt het alcoholpercentage van de Scots Single Malt Whisky af. De alcohol die verdampt noemt men Angel's Share.